Konnichiwa! Het is zover. Het is gewoon fucking zover. Je hebt het natuurlijk aan de titel al gezien van dit item. Het is zover. De unboxing van de Wii U. We hebben hem deze ochtend hier binnengekregen op de redactie. En um, hij staat hier naast me. Ben je er klaar voor? Ik voel hem gewoon een beetje Miyamoto. Klinkt heel raar. Een beetje Iwata. Zoals hij daar stond met zijn witte handschoenen. Te buigen. Nou goed, we gaan het gewoon doen. Fuck het. Daar is hij. Tadaa, de Wii U. Hij is er echt in deze dal. Hij staat hier naast met is de Premium Pack 32 gig. Er zijn er letterlijk niet meer dan een handvol van in Nederland. Echt een, misschien wel vijf, misschien zes, ik weet het niet. Maar er zijn er niet veel in Nederland. En um, omdat we natuurlijk Iwata uh, hebben gezien uh, en hij heeft uitgelegd hoe je dat moet doen, hebben wij ook de witte handschoentjes. Want als die water het voordoet, dan wij het na. En dan zijn ze, ik ga ze even aantrekken. Kijk eens even. Oh. Ik voel me een beetje Mario zo. Ik snap nu wat hij bedoelde. De handschoentjes. Zo. Ik ben er klaar voor. De Wii U. Ik zou zeggen, ik ben best wel enthousiast namelijk. En ja, god fuck het ook. We moeten hem gewoon openmaken. Hij staat hier. Het is een prachtige doos. De Premium Pack. Ik zweer het je, deze gaat zo ongelooflijk hard uitverkocht zijn. Ik snap wel waarom Iwata die handschoentjes pas aandeed. nadat hij de doos open had gemaakt. Want het is, het is glad plastic. Of glad plastic, het is glad karton. Ik ben gewoon helemaal een beetje ondersteboven boven. dat ik hier gewoon met de Wii U sta. We hebben hem echt serieus net binnengekregen. En uh, ik wist niet dat het ging gebeuren. Dus het was gewoon serieus een, uh, een verrassing voor me. En ik moet er nog steeds een beetje van bij komen. En. Uh, deze schitterende doos die zit vol met, uh, uh, met allerlei spullen, met apparatuur. Ik, uh, ja, ik denk serieus dat ik de eerste ben in Nederland, echt waar, die de Wii U uitpakt. Echt serieus, ik ben, ik ben gewoon de eerste. Ik ga de doos even hier laten staan. Dit is trouwens de, de, we hebben de premium pack, dat betekent dat we de zwarte Wii U hebben. Niet de witte. Uh, nou goed, dit is, ja, er gaat zo'n luns uh, ontstaan straks uh, bij de lancering op, uh, op dit apparaat. Um, nou, dit is de console zelf. Hij zit echt uh, uh, snugly ingepakt in een soort uh, beschermend materiaal. Een soort ruimtevaartplastic, wat ik uh, er zo af kan trekken. Het zit uh, uh, een beetje vastgeplakt met. Uh, um, ja, ik weet eigenlijk niet met wat. Het zit gewoon vastgeplakt, omdat het plastic is op plastic van zichzelf. En. Um, ja, ik ga ook deze dingen eraf halen. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen, toen Iwata dat ding uit de doos haalde, zaten, zaten deze plastic beschermplasticjes er niet op. En ik vind het leukste van nieuwe apparatuur, vind ik altijd deze dingetjes eraf halen. Is echt, ik weet niet, het geeft zo'n ongelooflijk gevoel van voldoening om dat te doen. Het lukt alleen niet met die witte handschoentjes. Dat is wel vervelend. Maar het maakt niet uit, want ik geef niet op. Kijk eens, daar is hij jongens. Serieus. De Wii U. Er zit een powerknop op, er zit een disc eject knop op. Achterop de HDMI uit, AV multi-out, twee USB aansluitingen, de AC adapter en de uh, uh, sensor bar aansluiting. De zwarte, hij gaat ontzettend limit zijn, limited zijn. Deze zwarte um, uh, premium pack uh, is echt heel bijzonder. En um, ik vind het wel tof dat ze in één doos, hebben ze overduidelijk de console zelf gedaan... En uh, de, uh, de Wii U tablet controller. Die, uh, die ga ik nu uitpakken. En die zit niet, overigens, nog een keertje uh, individueel uh, verpakt. Met een plasticje erover. Die trek ik gewoon zo uit die verpakking. En uh, het glimt echt. Het glimt als een motherfucker, deze Wii U. Dat vind ik in ieder geval. Ik vind het belangrijk dat, dat de nieuwe console glimt. Ik weet niet waarom, maar als die oud is, dan hoeft die niet te glimmen. Maar een nieuwe console moet glimmen. En deze uh, ja, tablet controller. Ik zou je zeggen, ik heb hem al een aantal keer in mijn hand gehad. Tijdens verschillende um, uh, evenementen. En um, het lijkt wel alsof hij groter is nu ik hem in handen heb. Dat is hij zeker niet. Het is, ik, hij is zoals hij is. Alleen ik heb steeds een witte controller in handen gehad. En dit is een zwarte. En um, ja, ik zal hem even laten zien hoe mooi die is. Kijk van voren is hij van glimmend plastic. En van achter is hij van mat uh, uh, zwart plastic. En dat, dat is voor de extra grip. Dus je hebt gewoon veel grip. En ik hoorde wel eens mensen zeggen van ja, die controller ziet er een beetje plastic uit. Het voelt niet als een echte tablet. Nou, ik kan je zeggen, het, uh, het is misschien wel plastic, maar het is hard plastic. En het voelt niet cheap als, als speelgoed. Het voelt echt als een, als een tablet. Goed, dat is dus de tablet controller. Um, ik wil er nog veel meer over, te, over vertellen. Bijvoorbeeld dat hij uh, opgeladen is op het moment dat um, hij uh, uit de doos komt. En dan, uh, ja, dan, uh, dat zie je ook. Het schermpje gaat aan. En dat... Um, Um, ja, Jezus, ik, ik, ik zie nu al allemaal knoppen waar ik op wil gaan drukken, maar hij is nog niet aangesloten. Dat gaan we ook niet nu doen, kan ik je vertellen. We gaan gewoon even de doos openmaken. Goed, we gaan verder. Wat hebben we nog meer? Um, de handleiding. Ja, de handleiding is natuurlijk super belangrijk. En ik snap nou trouwens overigens wel waarom Iwata uh, zijn handschoentjes aan had, want Vooral de zwarte uh, uh, Wii U uh, is, uh, is gewoon heel erg vlekgevoelig. Als je er alleen al naar kijkt, zit er al een vingerafdruk op. Dus uh, nou goed, dat is. Um, een gratis Club Nintendo uh, foldertje. Of tenminste, een foldertje waarmee je gratis naar uh, Club Nintendo kunt gaan. Je kunt je registreren. Dat wordt uitgelegd hierin. Uh, belangrijke informatie: de Quick Start Guide zit erin. Uh, waarin uit wordt gelegd uh, met prachtige uh, Japanse illustraties hoe, uh, hoe je de Wii U aansluit. Uh, en nog een, uh, een ouderwetse dikke handleiding. Nou, dat vinden we altijd leuk natuurlijk. Dan gaan we kijken wat er nog meer in zit. Het is een, echt een, blijft een verrassing. Um, ja, dit is natuurlijk leuk. Deze, um, deze twee blokjes zitten alleen bij de Premium Pack. Dit zijn, um, is een, uh, tezamen vormen ze een standaard. En um, ik ga je eventjes laten zien hoe dat dan werkt. Op deze standaard, die zet je er zo neer. Um, kun je dus gewoon de Wii U-console uh, neerzetten. En dat doe je dan uh, vervolgens, uh, denk ik, zo. Daar gaan we. Kijk, daar staat hij. Nu staat hij gewoon. Hij staat. En het is wel interessant, want de blokjes zijn van een soort rubber. Zodat je ook niet uh, het makkelijk kan verschuiven. En het staat verrassend solide, kan ik je vertellen. Nou, dat is mooi. Hetzelfde geldt voor, uh, uh, voor dit dingetje. Dit zit ook alleen maar... Uh, bij de uh, premium uh, uh, pack. En dat, uh, uh, dit is een, um, een dingetje wat zo gaat. En ook weer hier. Dit is een hele gladde tafel. En er, zit een soort, ja, er zitten gewoon rubbertjes waardoor het niet zo makkelijk glijdt. En daarop kan je hop, zo, de controller zetten. En uh, daar kan hij in opladen. Dat is mooi. Er zit, uh, er zit natuurlijk een sensorbar bij. Nou, misschien had je die al van, uh, uh, van je Wii. En anders heb je er nog eentje. Um, wat zit er hierin? Kijk eens eventjes, wat is dit? Dit is uh, ook een, uh, een opladingetje. En als het goed is, is deze, ja, deze is voor de, um, uh, deze stuk voor die, die controller. Maar ik had begrepen dat er ook nog een andere controller zit. Nee, die zit er niet. Er zit niet een andere controller. Alleen dit. Nou goed, verder hebben we nog een, uh, een, een HDMI-kabel. Um, een echte gepatenteerde Nintendo HDMI-kabel. Alleen daarom al uh, zou meteen iets waard op eBay natuurlijk. En um, uh, ja, de voeding, uh, zoals je ziet, uh, externe voeding, een groot blok met daaraan een stekker en um, uh, een, een dingetje. En om je te laten zien dat we de absolute Nederlandse versie hebben, zie je dat er gewoon echt een prachtige Nederlandse stekker zit aan deze Wii U. Nou, dat is uh, natuurlijk hartstikke leuk. Dan hebben we verder nog uh, de aansluiting voor, uh, wat is het? Ik denk dat dit de oplader is. Ja, dit is de oplader van de tablet controller, natuurlijk. Um, je ziet ook dadelijk specifiek Nintendo gepatenteerde aansluiting. Dus daar kan je niet eventjes je USB-kabeltje um, aanhangen Dat werkt dus niet. Ja, en dan, um, dan was dat het. Dat is wat er in de doos zat. Als het goed is, en dan moet ik wel eerlijk zeggen: bij mij uh, zat dat niet. Maar uh, bij de Wii U wordt ook een Nintendo Land geleverd. Um, ja, die game zit gewoon in een mooi doosje. We hebben Nintendo Lente er wel bij gekregen, maar niet uh, in dat mooie doosje zoals hij geleverd wordt. Nee, we hebben wel, denk ik, als eerste in Nederland een prachtige Wii U. Um, ja, wat kan ik zeggen? Het is gewoon de Wii U. We hebben hem gewoon. Ah. En nu ga ik hem aansluiten. Maar dat item, dat zie je een andere keer. Ik ben een beetje stil van geworden. Ik vind ook, ja, dit item kan gewoon nog een uur doorgaan. Maar dat doen we niet. Vaarwel.